We moeten Claudia nu gaan verslaan. Ik denk dat... Dit wordt nog wel een lastige, denk ik, hoor. Mevrouwtje Claudia, die ziet er ook heel anders uit. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Kirby en de Vergeten Wereld video. Ja, en dit is super tof. Want als je denkt dat je de game hebt uitgespeeld, dan is dat helemaal niet zo. Dan kan je nog van alles en nog wat doen. Je moet namelijk stukjes ziel van de verloren leeuw gaan zoeken. En we zijn nu aangekomen bij derde wereld. Namelijk deze kermiswereld, het pretpark. En als je hier nog steeds bent en dit nog steeds vet vindt, knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat vind ik super tof. Want we hebben bijna de 75.000 abonnees bereikt. En dan ga ik eens even kijken of dit lukt. Want ik moet je eerlijk toegeven, aan het einde van de vorige video was ik bijna kapot gegaan. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik even wat healing kan vinden hier. Want anders gaat dat zo gelijk fout en zijn we gelijk kapot. Eens even kijken hoor. Mag ik healing? Het is net alsof ik Overwatch aan het spelen ben, jongens. I need healing. Oké, geef maar eerst maar even deze dan. En daarachter ligt een kers. Oh, nou, die kers heb ik ook gelijk gemist. Oké, cool. Lekker. Mag ik mag gewoon echt geen healing, hè? Ik ga even hier naar beneden. Dat is het eerste stukje ziel die we gevonden hebben. En dan spring ik even hierop. En dan moet ik even hier naartoe, denk ik. Hier zo. Oh, ja, oké, cool. Oh, als ik één keer geraakt word, ben ik dood, hè? Dit gaat sowieso fout. Mag ik jou krachten? Oh, laat maar. Laat maar. Nee, nee, oh my gosh. Oké, geef eerst die bonkrachten terug. En dan pakken we hier de pionkrachten. Ja, nice. Let's go. Oké, goed opletten dat we hier geen stukjes ziel missen. Ik zie nog niks trouwens. Ik zie nog helemaal geen stukjes. Kan ik jou gewoon zo slopen? Ja, dat kan gewoon. Deze enemy moeten we slopen, want die heeft... Ja, dit dacht ik dus al. Hier was ik bang voor. Ja, gelukkig behoud je wel gewoon een stukje ziel die je al hebt verzameld. Dus we kunnen gelijk daar naartoe, wou ik zeggen. Maar oh, je bent niet zo snel, hè, als pion zijnde. Oh my god, er gebeurt gewoon weer precies hetzelfde. Maar nu heb ik je wel, vriend. Lekker. Oké, ik denk dat hij ook nog wel wat heeft. Ik denk dat er onder deze guy een stukje ziel ligt. Dat denk ik, hoor. Dat moet bijna wel. Toch? Toch? In het kistje? Ligt er wat in? Ja, drie stukjes zelfs. Heerlijk. Oké, oh ja, top. Lekker bezig, Rick. Lekker gedaan. Ik weet niet wat daar de logica van was. Maar die was er niet. Oké, hier kunnen we dit kapot maken. Dan hebben we blijkbaar nog een stukje gevonden. Dan moeten we hier de trap op. En dan gaan we eens even kijken wat hier allemaal ligt. Ik ben te ongeduldig voor dit, man. Ik ben echt te ongeduldig vandaag. Ik wil gewoon tempo maken. Wat ligt hier? Ja, daar ligt healing. En hier... We moeten deze poort open zien te maken. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we die poort openmaken? Oh, ik denk dat ik het zie. Ik denk dat we hier naar dit topje moeten. Dit, zo. Ja, lekker. Heerlijk. Oké, dan. En dan hoop ik dat we nu alles hebben hier in het eerste gebiedje. Ik denk het wel. Oh, nee? Oké, we hebben iets gemist. Maar wat? Hier rechts? Zit hier rechts iets? Nee, er zit helemaal niks. Ja, hier is het zo druk, joh. Hier moet dan toch nog iets extra's zijn misschien. Ah, kijk, hier zit er nog één in. Moeten we even de pion terugpakken. Die was echt heel goed verstopt. Kom maar, ik word ook echt 100 keer geraakt. We hebben nog iets gemist. Serieus? We hebben gewoon minimaal twee dingen gemist hier. Zit er in deze hoek nog één dan? Nee, hier zit niks. Dan moeten we denk ik verder terug. Even goed onze ogen open houden dan. Ik zie hier helemaal niks. Waar is nog een stukje dan? Oh, hier. Huh, maar deze... Wat? Oh, ik dacht dat ik deze had gepakt. Jeetje, maar die is super makkelijk. Ja, ik zei het net al tegen jullie. Ik ben een beetje ongeduldig vandaag. Ik denk dat we wel meer gaan missen. Laat ook even in de reacties weten waar jij te ongeduldig voor bent. Is er iets in het leven waar je echt geen geduld voor hebt? Laat het even weten. Ik ben heel benieuwd. En nu dat we alles hebben gevonden, kunnen we door naar het volgende stuk. En daar hebben we Bommenman en Zwaardman. Maar die hebben helemaal niks op mij. Komt hier een baas? Ik dacht het alweer. Wilde Frosty, jongen. Wilde Frosty. Dat is wat anders dan een wilde Tosti. Lekker. Oké, cool. Maak hem kapot, jongen. Oh my gosh. Ik sloop hem helemaal, jongen. Hij gaat helemaal naar de mallemoer. Lekker dit, zeg. Lekker. Oh, hij heeft wel echt een mega sneeuwbal, maar die heeft niks op mij. Lekker. Oké. Hij is echt al bijna kapot, maar hij begint nu een beetje gek te doen. Maar het boeit niet, want wij doen nog veel gekker. En dan is het gewoon klaar. Gewoon, hij heeft mij niet eens geraakt, deze wilde Frosty. Maar we hebben wilde Frosty wel nodig. Jeetje, ik heb nu gelijk trouwens trek in een wilde Tosti. Lekker met tonijn of zo. Lekker tonijntostietje. Oké, al deze blokjes moeten eventjes ontdooid worden. Au. Doe nou eens een keer niet, jongen. Au, nu ben ik boos. Nu ben ik boos. Je houdt je kogeltjes maar lekker bij, je vriend. Dit. En dan zo, beam. En dan doei. En dan alles weg. En dan hier lekker rollade eten. En dan deze weghalen, want hier zit sowieso wat achter. Sowieso.
Kijk maar, kijk maar. Oh, dan moeten we weer terug. Zit hier voor de rest niks? Oké, kom. We moeten helemaal hier naartoe. Hier, en hier, en hier, en dan zo, en dan... Oh, we moeten al deze stukjes gaan pakken. Allemaal Sim-stukjes, jongens. Daar zijn ze weer. Ze zijn weer terug. Auw. Auw. Kom. Kom. Lekker. Dan ben ik benieuwd of dit het laatste stukje is in deze wereld. Hier is nog een Oh, ik dacht een geheimpie. Maar het waren mijn eigen superkrachten. Nou, mijn eigen superkrachten zijn ook een geheim. Hallo. Weer wat gemist? Niet. Zit hier dan nog wat? Hier, we waren net hier. Zit hier nog iets? Hier bijvoorbeeld? Nee? Misschien zit hier boven wel wat. Kijk, daar in de hoek. Ja hoor. Ja hoor, hier zo gewoon. Helemaal buiten het zicht. Die kon je alleen maar zien als je bovenop die rolluiken of die luiken ging staan. Hé, hey, we zijn weer in lampie level. We moeten weer even licht gaan maken. Okay, ik zie, oh my gosh. Ik zag daar links al wat. En er kon gelijk een of andere gekke bison op me afrennen. Oké, dit is heel vervelend. Ik moet hier meer opletten dan normaal. Dat heb ik al door. Oh, bison! Jee, maar die zie je helemaal niet aankomen, joh. Waar komen die... Oh my god, waar komen die allemaal vandaan, joh? Hou eens op. Het is niet te doen. Oké, hier zitten ook weer van die gekke... Gekke mofootjes. Hier naartoe. Als het goed is, was hier healing. Dankjewel, een ijsje. Oh, bison! Jemig, man. Er zullen vast nog wel meer bizonnen zijn. Ja, daar kwam er ook weer eentje aan. Bizonnen. Dat is trouwens echt niet goed genederlandst. Bizonnen. Hé, hey, een geheimpie. Nu wel dan. Ik zie daar achterin ook een stukje ziel. Tussen drie van die dingen die op het licht afkomen. Hier gaat ook het platformpje omhoog. Dat weet ik nog wel. Kijk. Dan moest je hierop, hierop en hierop. En dan, ja, dan hebben we deze ook. Nice. Oké, cool. Kijk, hier komen een aantal op het licht af straks. Waar zijn jullie? Daar zijn jullie. Hallo. Kom maar. Kom maar mee. Kom maar, joh. Dankjewel. Dankjewel dat ik nu zelf dat stukje ziel kan pakken. Jullie hebben me echt heel goed geholpen. Komt hier nog wat vandaan? Ja. Drie. Oh, bison. Ja, die had ik gezien. Jou had ik wel gezien, vriend. Jou had ik echt heel goed gesniped. Lekker. Oké, door, 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 door. Sowieso word ik straks weer door iets geraakt. Hier is zo'n spookje die op het licht afkomt. Dan kan ik nog daar omhoog. Dat wil ik ook wel doen, maar eerst moeten deze blokjes even terugkomen. Ja, zo. Proteïne shake. En ja, stukje ziel. Lekker. We zitten alweer op 27 van de 51 die we nu moeten gaan pakken. Even deze chargen. En door. Dit gaat ook weer leeg, dus we moeten even oppassen. Even blijven staan. Zo, alle bison weg. We hebben toch weer eentje gemist nu, denk ik. Ja, maar waar dan, joh? Kom op, kom op, kom op. Hier, alsjeblieft. Ergens. Ja, hier om de hoek. Hier zit denk ik nog wat. Ja, cool. Oh, daarachter. Kijk, kijk, kijk. In een kissie. Kom maar, jongens. Kom maar. Hier, ik ben het licht. I am the light. Come to me. Lekker, weer drie stukjes. Zijn dit de laatste drie? Dit zijn de laatste drie. Soepel, dit stukje ging soepel. We zijn een keer niet iets vergeten. Heel nice. We hebben weer rust, jongens. We zijn weer lekker buiten. Oké, moeten we daar overheen? Daar ligt een stukje. Maar, ja, helemaal goed toch? We kunnen toch gewoon zo? Dat maakt toch helemaal niet uit? Ik kan toch gewoon hier dit pakken? Wat is dit voor raar iets? Helemaal prima hoor. Maakt mij niet uit. Oké, dit wordt wel een lastigere misschien. Oh, ik moet gewoon hier naar beneden springen straks. En dan daar naar boven. Oké, cool. Let's go. Daarboven komt een stukje. Ja, helemaal goed. Oh, daaronder zijn stekels. Daarom. Let's go. Let's go. Dit kunnen wij gewoon, denk ik. Ja, makkelijk. Easy, man. Easy. Oké, ik zie daar een cobra. Cobra, kan jij kapot? Oh, ja, misschien. Oh, maar hij doet wel moeilijk. Cobra doet wel moeilijk. En jullie dan? Konijntjes, gaan jullie ook moeilijk doen? Ja, hè? Ja, jullie gaan zeker moeilijk doen. Doei! Oké, daar links zit een ster. Die wil ik sowieso pakken. Dus we gaan eerst even daar naartoe. Even wachten. Oh, en daar zit dus ook weer zo'n stukje ziel. Gewoon zo. Lekker. En een stukje ziel. Top. Nummertje 33 alweer van de 51. Dus even kijken wat hier allemaal is. Daar beneden is een... Waar... Nee, waar is een knop? Ik zie geen knop. Waarom zie ik geen knop? Let's go. Eerst deze. Auw. Auw. Waarom sprong ik niet gewoon? Cool, nummer 3. Hier is nummer 4. En hier is nummer 5. Oké, en wat gebeurt er? Oh, dan kunnen we nu hier naar boven. Nu moeten we hier naar boven. En er zitten er 3. Lekker. En in de hoek daar zit er dus nog één. Nou, die gaan we dan ook maar even pakken. Hotse flots, en dat zijn ze weer allemaal. Lekker. Let's go. Oké, daar zie ik er 3, maar ik denk dat ik in de maling word genomen. Ja, dat dacht ik al. Kan ik hier wel doorheen? Ik kan hier ook echt gewoon niet doorheen. Oké, dit is gewoon een leuk doolhofje. Hier kunnen we ook niet doorheen. Sowieso kunnen we hier naartoe.
Ja, oké, easy. We moeten nu dus gewoon alles gaan zoeken hier in de Dolhof. Oké, zal ik even jouw kracht absorberen? Misschien heb ik die nog wel nodig, die bom namelijk. Hier overheen. We kunnen daar allemaal niet langs. Oké, we kunnen wel hier doorheen, denk ik. Bom, bom, bom. Lekker. Dan gaat dit allemaal weg. Kunnen we deze pakken? Nice. Dan gaan we weer hier naar rechts. Of dan nu hier naar links doorheen. Gewoon lekker doorlopen. Hier is denk ik wat. Oh, wat? Daar is inderdaad wat. Maar hoe kom ik daar? Kan ik springen? Oh ja, ik moet gewoon springen. Oké. Ik dacht dat ik het door kon lopen, maar ik moest springen. Dus even kijken. Kunnen we hier naartoe? Ik denk het wel. Hierachter zit er ook één. Ja, nice. Dus we hebben zeker die bommen hier nodig. Kistje openmaken. Auw. Ik dacht niet dat ik geraakt zou worden daardoor, maar blijkbaar toch. Hier zit nog een knop. Dan gaat daar een muur naar beneden. Oké, cool. En dan kunnen we waarschijnlijk gewoon nu deze hier pakken. Hebben we dan alles? Ja, heel nice. Ah, dit ging soepel, jongens. Dit ging soepel. Moet alleen nou naar de baas. En ik ben bijna dood. Oh, gelukkig kan ik wel healen. Oké, maar wat gaan we doen? Gaan we voor de kristal? Oef. Oef. We moeten Claudia nu gaan verslaan. Ik denk dat... Dit wordt nog wel een lastige, denk ik, hoor. Mevrouwtje Claudia, die ziet er ook heel anders uit. De Claudia Fantoom. Kan ik mezelf een beetje beschermen, misschien? Ja, ik kan mezelf eigenlijk heel goed beschermen. Oh, Claudia kan mij gewoon amper raken als ik dit een beetje goed time. Oh, maar dan moet ik het wel goed blijven timen. Anders gaat het niet werken. Oh, maar nee, het werkt sowieso niet helemaal. Oké, weg. Weg. Lekker. Het is het. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe dit werkt. Of dit een beetje gaat lukken. Oké, cool, 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 cool. Ja. En weg. Ja, daar moeten we dus voor oppassen. Voor deze move, denk ik. Voor deze move was het vooral. Ah, spring nou gewoon, Kirby. Spring. Oh my god, ik ben nu gewoon bijna dood, hè? In één keer. Door deze gekke moves. Ja, dit gaat niet goed. Dit gaat nu helemaal fout. Ik vind het niet meer leuk. Ik vind het niet meer leuk. Hou op. Stop. Hiermee. Ik zei toch dat ik het niet leuk vond. Oké, we hebben er bijna, we hebben er bijna, we hebben er bijna, bijna, bijna. Oh nee. Nee. Don't. Oh, nee, niet doen. Niet doen. Bijna. We hebben Poison Maiden uit zwaard. En ik sloop er met het Maiden uit zwaard. Ik weet niet waar die opeens vandaan kwam. Maar oké. Okay. Zo'n beetje HP over. Ja, deze basis zijn oprecht best wel moeilijk. En we zijn eigenlijk Claudia aan het helpen. Maar nu kregen we de fantoom van Claudia opeens op onze bakkes. Dit voelt toch een beetje raar of zo. Maar we hebben weer alle stukjes ziel van Leon gevonden in de derde wereld. En we hebben weer een sterretje. Dan kunnen we straks weer een upgrade doen. En zo zit het pretpark er ook op. En gaan we nu naar deze wereld. Is dat de ijswereld? Ja, de Vergeto Peak. Als je dat wil zien, jongens, vergeet niet te abonneren. En kijk gewoon elke dag of er nieuwe video's zijn. Doe het duimpje omhoog en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!